Wat was uw ideaal toen u uw carrière startte? En noem een hoogtepunt. Geleden. Dat is niet zo lang geleden. Zo. Wanneer ben ik mijn carrière gestart? Ik weet het eigenlijk niet precies. Maar mijn ideaal was altijd om dingen te weten. Ik heb altijd problemen gehad met mensen die vonden dat ik dingen te veel vroeg. Of te veel uitzocht, te veel wilde weten. Dat begon al op school. Toen ik mijn werk startte, ik kan me herinneren dat ik moest practicum doen. Hè? En ik kwam dus terecht in een jamfabriek in Nederland. Hele aardige mensen. En ik was er 3-4 dagen en toen vond ik dat iets anders moest. En ik heb er mijn mening over gezegd en de man die direct mijn baas was, die zei, moet je niet zeggen, want als de directeur het weet, gaat hij boos op je worden, gaat je wegjagen. Maar die directeur werd helemaal niet boos. En die zei, als je er zo over denkt, dan moet jij het maar doen. Dus roep de ander maar bij en hij gaat het anders organiseren. Nou, daar zei je eventjes voor. Maar het is een wijze les voor me geweest. En ik heb er een heleboel uit geleerd. En ik ben heel goed bevriend geraakt met die mensen toen. Maar dat was dus je ideaal was dus om te gaan zoeken naar perfectie. Ik denk dat in stilte, ik heb het niet doelbewust, maar in stilte is dat mijn hele leven geweest om te zoeken naar perfectie voor alles. Sommige mensen denken dat het ziekelijk is bij me, maar zo ben ik nou eenmaal. Dus mijn idealen aan het begin van mijn carrière is nu ook alweer bijna 20 jaar geleden. Dat was dus wel diametraal het tegenovergestelde van, zeg maar, dat van u. Dat was inderdaad van, ik wil de een of andere big shot CEO zijn aan de top van een of andere grote multinational. En het frappante was, dat was één zijde, zeg maar één ideaal. Een ander ideaal was ook van, ik wilde, zeg maar op academisch gebied, wilde ik toch wel promoveren. En eigenlijk hebben die twee een groot deel uitgemaakt van mijn periode aan het begin. En het ging heel vlot. Ik heb heel snel mijn master gedaan, tweede master, CMRP heb ik behaald. Mijn PhD heb ik gehaald, ik heb alles cum laude kunnen doen. En ook op werkgebied maakte ik razendsnel promotie. Waarbij ik elke keer kreeg te horen van, we hebben nog nooit zo'n jonge manager of superintendent of whatever gehad. Maar dat was toen. Fast forward, pak een beetje 15 jaar. En in 2016 werd mijn eerste dochter geboren. En toen veranderde alles helemaal. Want toen had ik zoiets van, ja, maar wacht eens even. Ik wil niet meer die big shot CEO zijn die nooit thuis is en eeuwig maar bezig is met werken en inderdaad al die briefjes moet gaan tekenen en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk heel gauw weggevallen. Dat stukje ambitie. En waar mijn ambitie eigenlijk nu meer naar uitgaat is de transities die we moeten maken als samenleving, als regio, maar ook gewoon wereldwijd. Of het nou de energietransitie is, de transporttransitie, transities in met het oog op klimaatverandering, transities in de landbouw. Ik ben daar ook op gepromoveerd en daar hou ik me heel erg veel mee bezig en daar wil ik me in verdiepen. En het ideaal is natuurlijk dat we op tijd, en dat is een tough cookie to swallow, maar dat we op tijd zonder al te veel kleerscheuren inderdaad die transities kunnen bewerkstelligen om toch wel die sustainable society te hebben. En ik hoop dat ik daar een bescheiden bijdrage aan kan leveren. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.